Welkom bij de eerste video over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648. Deze video's behandelen de historische context die getoetst wordt op het examen voor de HAVO. Iedere historische context is opgedeeld in drie of meer deelcontexten. In deze video staat de eerste deelcontext centraal. Waardoor brak er een opstand uit in de Nederlanden? En het gaat over de periode 1515-1572. Voor we beginnen bij het jaar 1515, een korte voorgeschiedenis van de Nederlanden. De Nederlanden kenden veel steden. Het was een sterk verstedelijk gebied. En dankzij de centrale ligging, en dat was goed voor de handel, konden zich steden ontwikkelen. De nadruk in deze gebieden lag dus op handel en op nijverheid. Nijverheid betekent het verwerken van grondstoffen tot eindproducten of halfproducten. Bijvoorbeeld het verwerken van hout tot tonnen. En de stedelijke burgerij had in de Nederlanden een sterke positie. Dat gold ook voor de steden. In de late middeleeuwen, in de tijd van steden en staten, hebben veel steden privileges gekregen. Bepaalde voorrechten zijn dat, in ruil voor belasting. Dat betekende dat ze bijvoorbeeld verdedigingsmuren mochten bouwen, dat ze hun eigen rechtspraak mochten organiseren en dat ze bepaalde markten mochten houden. En die autonomie van de steden is in de Nederlanden sterk ontwikkeld. En dat is een belangrijk onderwerp wanneer er straks een conflict, een opstand ontstaat in dit gebied. In 1515 komt Karel V aan de macht en hij erft veel gebieden, waaronder de Nederlanden. En door de verstedelijking zijn deze gebieden voor hem van groot belang. Op dit kaartje zie je welke gebieden hij in handen krijgt bij zijn aantreden. Dat zijn de donkerrode gebieden. En welke gebieden hij in de loop der tijd verovert. En je ziet dat de gewesten die hij toevoegt aan zijn bestaande gewesten, dat begint al behoorlijk te lijken op de kaart van Nederland zoals het er nu uitziet. Hij verovert dus de Nederlandse gewesten en hij maakt daar een aaneengesloten gebied van en zorgt er ook voor dat die gebieden bij elkaar blijven. De Nederlanden waren niet de enige gebieden die onder het Spaans gezag vielen. Op dit kaartje zie je de oranje gebieden die onder de Spaanse bezittingen vallen. En je ziet hier ook dat vanaf 1519 wordt Karel V Duits keizer. Dat maakte hem voorzitter van de Rijksdag. En de Rijksdag was een bijeenkomst van allemaal verschillende vorsten, die allemaal een verschillend gebied binnen het Duitse Rijk bestuurden. Die kwamen bijeen in de Rijksdag, voortgezeten dus vanaf 1519 door Karel V. En daar werd besloten over zaken die voor het hele Rijk van belang waren. Karel V was koning van een Rijk waar de zon nooit onderging. Want ook grote delen van Amerika kwamen in zijn bezit. Hij was ook zeer katholiek. Iedereen die een ander geloof aanhing was voor hem een ketter, een ongelovige. Er was voor hem maar één kerk en dat was de katholieke kerk. En iedereen die niet katholiek was, was voor hem een ongelovige ketter. Karel V leefde in de tijd waarin er juist een grote, belangrijke scheuring optreedt in die katholieke kerk in West-Europa. De zogenaamde hervorming of de reformatie. Er komt in deze tijd steeds meer kritiek op de katholieke kerk. En er zijn mensen die willen dat de katholieke kerk gezuiverd wordt van allerlei misstanden. Hierdoor ontstaat het zogenaamde protestantse geloof. En protestants komt van protesteren. De belangrijkste hervormers waren Luther en Calvijn. We gaan eerst kijken naar Luther. In 1517 spijkerde Luther in het plaatsje Wittenberg in het Duitse Rijk 95 stellingen op de deur van de kerk. En in die stellingen stond wat er volgens hem niet deugde aan de katholieke kerk en wat er veranderd moest worden, wat er hervormd moest worden. Het was in die tijd overigens gebruikelijk om boodschappen op te hangen op de kerkdeur, maar om dit soort kritiek te uiten, zoals Luther dat nu deed, dat was absoluut niet gebruikelijk. De kritiek van Luther was als volgt. Hij zei ten eerste, de katholieke kerk heeft veel te veel macht en veel te veel geld in handen gekregen door allerlei zelfbedachte regels en wetten. Het bekendste voorbeeld daarvan is de aflaat. Aflaatbriefjes waren briefjes die gekocht konden worden door gelovigen. En door het kopen van zo'n briefje kon je verlost worden van je zonden. Bijvoorbeeld, je had iets gestolen, je ging naar de kerk, je kocht een briefje. En op het briefje stond dat je zonden je waren vergeven en dat je dus nog kon rekenen op een plaatsje in de hemel. Luther had hier kritiek op. Hij zei, hier staat niets over in de Bijbel en dus moet het afgeschaft worden. Volgens Luther was alleen de Bijbel richtinggevend. Alleen de Bijbel bepaalde wat er in het geloof moest gebeuren.
En daarom vond hij het ook belangrijk dat deze vertaald werd in de volkstaal, zodat mensen zelf konden lezen. En op die manier zouden de mensen ook zelf kunnen controleren of datgene wat in de katholieke kerk gebeurt, of dat volgens het geloof is. Zaken die niet in de Bijbel stonden, die moesten worden afgeschaft. Bijvoorbeeld de heiligenverering. Binnen de katholieke kerk werd en wordt niet alleen God vereerd, maar er zijn ook allerlei heiligen, bijvoorbeeld de Maria-verering die een belangrijke plaats inneemt in het katholieke geloof. Daarvan zei Luther dat hoort er absoluut niet bij en moet afgeschaft worden. Wat er volgens hem ook niet bij hoorde was het ingewikkelde systeem van allerlei kloosterorden, waarbij het vaak ook ging om meer het aardse bezit, het geld en de pracht en de praal, dan om het geloof. Ook daarvan zei Luther, dit is bedacht, staat niet in de Bijbel en dus kan het wel weg. Deze religieus inhoudelijke kritiek van Luther werd op een bepaald moment politiek. De paus was absoluut niet gediend van Luther zijn kritiek. En hij riep Luther op om zijn standpunten terug te nemen. Maar Luther verbrandde het bevel van de paus. Het was hem nu wel duidelijk geworden dat de katholieke kerk zijn punten niet over zou nemen. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat er een kerkscheuring ontstaat. Dit was niet het doel van Luther. Luther wilde de bestaande kerk verbeteren, zuiveren, terug naar de oorsprong. Past ook weer goed bij de renaissance die in deze tijd zo rond 1500 opkomt. En een kerkscheuring was niet zijn doel. Maar hier wordt al snel duidelijk dat de paus zich niets aantrekt van Luther. En dat heeft tot gevolg dat er een kerkscheuring komt. Karel V is sinds 1519 keizer van het Duitse Rijk. En zo katholiek als hij was, stond hij natuurlijk alleen het katholieke geloof toe. En wat er gebeurt is, Luther moet in 1521 verschijnen voor de vergadering van de vorsten van het Duitse Rijk. De Rijksdag in Worms van 1521. Luther verschijnt en wordt hem nogmaals gevraagd of hij zijn standpunten, zijn 95 stellingen, terug wil nemen. En volgens de verhalen heeft Luther hier de bekende woorden gesproken. Hier sta ik, ik kan niet anders. Hij herroept zijn stellingen niet. Hij vindt dat dit zijn roeping is. Hij vindt dat het geloof op die manier uitgeoefend moet worden, zoals het in de Bijbel staat en niet zoals de katholieke kerk het bedacht heeft. Hij kan dus niet zomaar zijn stellingen herroepen, want dat zou betekenen dat hij zijn eigen geloof verloochende. Luther wordt vogelvrij verklaard, maar hij krijgt bescherming van één van de Duitse vorsten, namelijk de keurvorst van Sachsen. En de keurvorst van Sachsen neemt dus stelling tegenover de paus en tegenover Karel V. Voor vorsten was het lutheranisme namelijk aantrekkelijk. Het betekende voor ze dat de vorst het hoofd werd van de kerk. Hiermee kreeg een vorst binnen het Duitse Rijk dus meer macht binnen zijn eigen gebied. Meer macht dan hij nu had, want hij hoefde niet meer naar de paus te luisteren. We hebben net gezien dat Luther tegen kloosterorden is. Kloosters worden gesloten en nog veel belangrijker, ze worden onteigend en de bezittingen gaan dus naar de vorst. Tot slot zegt Luther dat het volk de vorst moet gehoorzamen. En ook dit is voor een vorst een mooi middel om zijn macht uit te breiden en om zijn volk te laten gehoorzamen. En op deze manier zie je dus dat religie politiek wordt, religieus wordt politiek. En dit is het begin van een periode van 40 jaar van religieuze twisten in het Duitse Rijk. Protestanten of vorsten die de kant van Luther kiezen en tegenover Karel V en de paus komen te staan. Pas in 1555, bijna 40 jaar nadat Luther zijn stellingen op de kerkdeur in Wittenberg had gespijkerd, komt er een einde aan die twisten tussen protestanten en katholieken in het Duitse Rijk. En dat gebeurt met de vrede van Augsburg. De belangrijkste bepaling uit die vrede van Augsburg is de zogenaamde cuius regio, eius religio. Wiens gebied, diens gebed. Of van wie het land is, is ook de godsdienst. In de praktijk betekende dat dat iedere vorst in het Duitse Rijk zelf het geloof van zijn onderdanen mocht bepalen. En dit was een gigantische nederlaag voor Karel V, want kan niet vaak genoeg gezegd. Karel V was heel erg katholiek, vond iedereen die niet katholiek was een ketter. En nu moest hij toezien hoe hij als Duitse keizer niets kon doen wanneer de Duitse keurvorsten kozen voor het protestantisme en kozen voor Luther. Het schijnt dat dit een enorme impact heeft gehad op Karel V, dat hij ontzettend oud is geworden in een klein stukje tijd. En het is ook niet toevallig dat hij juist in 1555 werd opgevolgd door Philips II, zijn zoon. De eerste belangrijke hervormer waar we dus naar hebben gekeken is Luther, die vanuit Wittenberg zijn stellingen bekend maakt. De tweede belangrijke hervormer die handelt vanuit Genève en dat is Calvijn. We zetten ze even naast elkaar en we gaan kijken naar de belangrijkste verschillen tussen Luther en Calvijn. Bij Luther is het hoofd van de kerk is de vorst.
En Luther zegt dat het volk de vorst moet gehoorzamen. En we hebben net gezien dat dat binnen het Duitse Rijk ervoor zorgt dat Duitse keurvorsten overgaan tot het Lutheranisme. Dat is aantrekkelijk om hun macht te vergroten. Bij Calvijn is het anders geregeld. Calvijn zegt iedere gemeente, iedere kerkgemeente bestuurt zichzelf met een raad van ouderlingen. Mensen uit de kerkgemeente die voor een bepaalde tijd een bestuursfunctie op zich nemen. Niet de overheid bepaalt wat er gebeurt binnen de kerk, maar de kerken en de mensen van die kerkgemeente zelf. En het volk, zegt Calvijn, mag in opstand komen tegen de vorst. En dat mag alleen als de vorst handelt tegen Gods gebod. Als de vorst ingaat tegen datgene wat God zou willen. In de Nederlanden wordt het Calvinisme het allerbelangrijkste. En dat wordt de zogenaamde gereformeerde kerk. De Nederlanden, hebben we aan het begin gezien, vallen onder de macht van koning Karel V en later Philips II. Die waren beide zeer, zeer, zeer katholiek. En die zouden dus nooit overgaan naar het Lutheranisme. En dus is het vanzelfsprekend dat niet het Lutheranisme, maar het Calvinisme binnen de Nederlanden de belangrijkste protestantse godsdienst wordt. We zijn aan het einde gekomen van de eerste video. In de volgende video gaan we kijken naar de oorzaken van de opstand, oftewel de 80-jarige oorlog. In de vorige video hebben we gekeken naar de hervorming, de reformatie. Deze keer gaan we verder kijken naar de oorzaken van de opstand. De opstand is hetzelfde als de 80-jarige oorlog. En deze begrippen worden in de meeste katernen en ook in deze video's door elkaar gebruikt. We gaan kijken naar de oorzaken van de opstand. De eerste oorzaak heeft te maken met het centralisatiebeleid van Karel V en Philips II. Is vooral politiek. De tweede is religieus. Protestanten werden door Karel V en Philips II vervolgd. In hun ogen zijn het namelijk ketters, zijn het ongelovigen. En de enige ware vorm van geloof is het katholieke geloof, vinden zij. We gaan eerst kijken naar de centralisatie. Centralisatie betekent het streven van Karel V en Philips II om de gewesten, de Nederlandse gewesten, vanuit één punt te besturen. Ze willen meer eenheid aanbrengen in de vele regels in de gewesten en Brussel moet het centrum worden. En om dat te doen is het dus nodig dat er meer controle uitgeoefend wordt vanuit Brussel. Dat betekende, en dat hebben we in de eerste video gezien, een beperking, een inperking van de macht van de gewesten en van de steden en de stedelijke burgerij. Die hadden in het verleden, in de late middeleeuwen, veel privileges, voorrechten gekregen in ruil voor belasting aan hun heer. En nu wordt het proces omgekeerd, althans dat is de bedoeling. Philips II en Karel V willen niet dat alle gewesten als zelfstandige staatjes, landjes opereren. Ze willen vanuit Brussel een eenheid maken van de Nederlanden. En dat betekent dat de gewesten en de edelen en de hoge burgerij, de stedelijke burgerij in die gewesten, macht in moet leveren. En dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Een belangrijk instrument om die centralisatie voor elkaar te krijgen zijn de zogenaamde collaterale raden die in 1531 worden geïnstalleerd door Karel V. Vanuit Brussel probeerde de landvoogd of landvoogdes, dat is iemand die bestuurt namens de Spaanse koning, met behulp van de drie collaterale raden het bestuur te centraliseren. De eerste is de Raad van State. En de Raad van State zette samen met Karel V, later Philips II of de landvoogdes, beleid uit ten aanzien van de Nederlanden. En in deze Raad van State zaten voornamelijk hoge edelen. De tweede is de Geheime Raad. En dat was eigenlijk ook de belangrijkste. De Geheime Raad moest er namelijk op toezien dat het beleid, zoals dat bedacht was in de Raad van State, dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd werd. Het werd gecontroleerd en daardoor kreeg de Geheime Raad te maken met veel lokale overheden in de gewesten. En er werden juristen in de Geheime Raad gezet die erop toe moesten zien dat het beleid werd uitgevoerd. Die juristen die waren in dienst van de koning. En waren minder eigenwijs, minder zelfstandig dan bijvoorbeeld de edelen in de Raad van State. Wanneer een jurist niet precies deed wat Karel V of Philips II wilde, dan kon zo'n persoon worden ontslaan. Het waren in feite ambtenaren. De laatste, de Raad van Financiën, moest ervoor zorgen dat er voldoende belasting binnenkwam en dat de financiën op orde waren. Terug naar de religieuze oorzaak. We hebben gekeken naar de hervorming en we hebben gekeken naar Luther en naar Calvijn. Terug naar de religie.
Karel V deed er alles aan om het protestantisme in zijn ogen ketterij uit te roeien. In 1550 werden de zogenaamde bloedplakaten uitgevaardigd. Dat was een verbod van Karel V op het drukken, schrijven, verspreiden en bezitten van ketterse boeken en afbeeldingen. Geschriften van Luther en Calvijn werden verboden en iedereen die die geschriften in zijn bezit had, kon daarvoor gestraft worden. Ketterse bijeenkomsten werden ook verboden. Preken van protestanten mochten mensen absoluut niet naartoe. Iedere tegendraadse religie werd verboden en zo ook het huisvesten van ketters. En op al deze regels stond de doodstraf wanneer ze overtreden werden. Tegen deze zeer strenge vervolgingen van Karel V komt steeds meer protest. Onder Philips II gaan deze kettervervolgingen gewoon door. En steeds meer mensen in de Nederlanden keren zich tegen deze vervolgingen. Dat waren niet alleen protestanten. Er waren ook heel veel katholieken die het onmenselijk vonden om mensen met een ander geloof op deze manier aan te vallen en op deze manier te straffen. De rigide kettervervolgingen zorgen in de Nederlanden voor steeds meer kritiek op de Spaanse koning. We gaan nu eerst kijken naar Willem van Oranje, want hij vervult straks een sleutelrol in het ontstaan van de opstand. Willem van Oranje groeide op aan het Spaanse hof. Hij was een vertrouweling van de Spaanse koning. En hij werd in de Nederlanden een zogenaamde stadhouder, een plaatsvervanger van de Spaanse koning, die natuurlijk niet altijd zelf in die gebieden aanwezig kon zijn. Door de jaren heen ontstaat er een breuk tussen Willem van Oranje en de Spaanse koning. Hier op deze prent is nog te zien hoe belangrijk de positie is van Willem van Oranje in 1555 als de macht van Karel V overgaat op zijn zoon Philips II. Willem van Oranje is aanwezig bij deze troonswisseling als vertrouweling. De oude Karel V leunt letterlijk op hem. Maar een aantal jaren later, wanneer Willem van Oranje plaats heeft genomen in de Raad van State, spreekt hij de woorden: "Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van onderdanen willen heersen en hen de vrijheid van geloof willen ontnemen." Hij vindt dus dat mensen zelf moeten weten wat ze willen geloven en dat ze op basis van geloof niet vervolgd moeten worden. Zogenaamde gewetensvrijheid. Willem van Oranje verwoordt hier het gevoel dat onder veel edelen in de Nederlanden leeft. De edelen in de Nederlanden zijn het niet eens met het religieus beleid van Karel V en Philips II. Ze vinden de kettervervolgingen te streng en dat er te veel slachtoffers vallen. En ten tweede zijn ze het niet eens met de centralisatiepolitiek die de rol van de edelen en de steden en de gewesten probeert terug te dringen en de centrale macht in Brussel probeert te vergroten. In dit filmpje hebben we dus gekeken naar de politieke en de religieuze oorzaak voor het ontstaan van de opstand. In het volgende filmpje gaan we kijken naar de weg naar de opstand in 4 stappen. In 1568 begint de 80-jarige oorlog, oftewel de opstand. Dit filmpje kijkt naar de jaren 1566-1572, hoe de opstand begint en hoe de eerste jaren van de opstand verlopen. We beginnen in 1566 bij het zogenaamde smeekschrift der edelen. In 1566 gaan 300 edelen naar Margarethe van Parma, de landvoogdes die vanuit Brussel de Nederlanden bestuurt namens koning Philips II. In een smeekschrift doen ze het verzoek of Margarethe van Parma wil stoppen met de kettervervolgingen. Een adviseur van Margarethe van Parma neemt de edelen niet helemaal serieus. En hij fluistert de landvoogdes in: luistert u niet naar ze, het zijn maar geuzen. En geuzen, des gueux in het Frans, dat zijn, is het woord voor bedelaars. Luistert u niet naar ze, het zijn maar bedelaars. Deze naam wordt vervolgens door de edelen, en dat worden opstandelingen, wordt de naam omarmd. Ze noemen zichzelf vanaf dit moment geuzen. De vervolging die neemt tijdelijk af en dat zorgt ervoor dat de activiteit van de protestanten toeneemt. Met name het aantal hagepreken. Hagepreken waren kerkdiensten in de open lucht waar een protestantse predikant een kerkdienst hield. En die hagepreken die werden druk bezocht. Ze werden natuurlijk niet in kerkgebouwen gehouden, omdat het Spaanse gezag nooit toe zou staan dat protestanten een eigen gebouw zouden bouwen. Dus moest dat zo een beetje verscholen achter een heg, vandaar het woord hagepreken, in de open lucht gehouden worden. En een van die hagepreken in de zuidelijke Nederlanden, die loopt volledig uit de hand. En dat leidt tot de beeldenstorm in 1566.
Tussen augustus en oktober in 1566, in de nazomers van dat jaar, worden er heel veel katholieke kerken vernield door opstandelingen. Op dit kaartje zie je hoe de beeldenstorm zich verspreidt over de Nederlanden. Het begint in het zuidwesten, in de zuidelijke gewesten in de buurt van Steenvoorde. En tussen augustus en oktober verspreidt het zich over de rest van de Nederlanden. Tijdens die beeldenstorm werden er heel veel katholieke kerken die werden vernield. En de opstandelingen die richten zich natuurlijk voornamelijk op de gehate pracht en praal van de katholieke kerk. En tijdens die beeldenstorm worden er dus veel katholieke kerken worden er vernield. De reactie van Philips II die laat zich raden. Philips II was net als zijn vader Karel V zeer vroom katholiek. En toen hij hoorde wat er gebeurde met zijn katholieke kerken in de Nederlanden was hij natuurlijk woest. Hij stuurt zijn beste generaal, de hertog van Alva, met een leger. Alva werd ook de nieuwe landvoogd van de Nederlanden. Maar het duurt even voordat Alva arriveert. 1566 is de beeldenstorm. Philips II hoort de berichten, stuurt de hertog van Alva en die arriveert pas ergens in 1567. En op dat moment is de beeldenstorm al lang weer geluwd. Maar hij krijgt een duidelijke opdracht mee. Alva moet orde op zaken stellen. Hij installeert de Raad van Beroerten, ook wel de Bloedraad genoemd. En je hoort, dat kan nooit veel goeds betekenen. Dit was een rechtbank die deelnemers aan de beeldenstorm en andere opstandelingen moest bestraffen. Er werden ook extra belastingen ingevoerd, de zogenaamde tiende penning. En dit beleid van Alva versterkte nog meer de haat tegen het Spaanse gezag. Niet alleen bij protestanten, maar er waren ook heel veel katholieken die zich tegen de Spaanse koning keerden omdat ze het niet eens waren met dit beleid. De opstand verloopt dus niet zuiver langs katholieke of protestantse lijnen. Er zijn ook wel degelijk katholieken die zich tegen de Spaanse koning keren. En de protestanten vormen in deze tijd nog een hele kleine minderheid. Veel burgers en edelen ontvluchten de Nederlanden, waaronder ook Willem van Oranje en zijn broers. En vanuit het Duitse Rijk bereidt Willem van Oranje samen met zijn broers de eerste aanval op de Spanjaarden voor. Vanuit het Duitse Rijk valt Willem van Oranje met een huurleger de Nederlanden binnen. Onder andere bij Heiligerlee in het noorden van de Nederlanden in Groningen. Op dit kaartje zie je in het noorden de slag bij Heiligerlee weergegeven. En ook in de meer zuidelijke Nederlanden vinden aanvallen plaats die door Willem van Oranje en zijn broers zijn georganiseerd. Alleen deze eerste aanvallen zijn geen groot succes. De aanval mislukt en Willem van Oranje heeft geen geld om een doorbraak te forceren en Spanje te verslaan. Vanaf zee zijn er echte watergeuzen actief. Dit zijn opstandelingen, geuzen, die zich met bootjes hebben teruggetrokken op zee. En vanaf zee bevechten die watergeuzen de Spaanse troepen. De watergeuzen verblijven in Engelse steden met goedkeuring van koningin Elizabeth I van Engeland, een protestantse koningin. In 1572 worden ze uit de havens gestuurd en komen ze in de buurt van het stadje Den Briel. Ze horen dat er op dat moment weinig soldaten aanwezig zijn in Den Briel en ze besluiten de stad in te nemen. Dit is voor het eerst dat de opstandelingen, de geuzen, steden in handen krijgen. Want behalve Den Briel volgen er later ook meer steden, waardoor de geuzen controle krijgen over de waterwegen. De Statenvergadering, de belangrijkste vergadering van het gewest, was bijeen in Dordrecht. En die erkende nu Willem van Oranje als stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Er zijn dus gewesten die zich scharen aan de kant van Willem van Oranje en hem aanstellen als stadhouder. Hier wordt de stadhouder dus niet aangesteld door Philips II, zoals dat gebruikelijk was. De stadhouder is immers een plaatsvervanger, die regeert namens de Spaanse koning. Maar de stadhouder wordt aangesteld door de gewesten zelf. Een belangrijk moment in het begin van de opstand en een belangrijk moment waarin de breuk tussen de Nederlanden en de Spaanse koning goed zichtbaar wordt. De 80-jarige oorlog is dus begonnen in 1568 en duurt tot 1648. En in deelcontext 2 en deelcontext 3 gaat die oorlog dus door. In de volgende video gaan we verder met de tweede deelcontext en die gaat over het ontstaan van de Republiek. We spreken nu nog steeds over de Nederlanden, maar in 1588 gaan de gewesten verder zonder vorst en kunnen we spreken van de geboorte van de Nederlandse Republiek. In deze video wordt de tweede deelcontext behandeld met de vraag waardoor resulteerde de opstand in het ontstaan van de Republiek. We gaan het hebben over de periode van 1572 tot met 1588.
In de vorige video heb je kunnen zien dat in de periode van 1568 tot met 1572, de eerste 4 jaar van de opstand, gebeurt er eigenlijk vrij weinig. In 1568 valt Willem van Oranje samen met zijn broers vanuit het Duitse Rijk de Nederlanden binnen, maar hij kan zijn aanval niet doorzetten wegens geldgebrek. 1572 is het eerste grote succes wanneer de watergeuzen Den Briel innemen. Andere steden volgen en Willem van Oranje wordt door de opstandige steden en door de staatsvergadering uitgeroepen tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Maar het lukt Alva niet om de opstand te bedwingen. In 1573 vertrekt Alva en Willem van Oranje zet de strijd tegen Spanje voort. Hij heeft te maken met grote verschillen binnen de republiek. Aan de ene kant zijn er radicale Calvinisten die helemaal niets moeten hebben van het katholicisme en deze godsdienst het liefst zouden verbieden. Maar helemaal aan de andere kant van het spectrum waren er ook gehoorzame katholieken. Deze mensen vonden het wel prima om onder het bewind van Spanje te blijven. Willem van Oranje had de taak om al deze mensen achter zich te krijgen in de strijd tegen Spanje. Hij moest vermijden om zich uit te spreken voor het een of het andere geloof. Want uitspreken voor de radicale Calvinisten zou betekenen dat hij de katholieken tegen zich in het harnas zou jagen. Andersom, steun uitspreken aan katholieken zou Calvinisten van hem verwijderen enzovoort. Hij moet er dus voor zorgen dat hij de hele bevolking of in ieder geval een zo groot mogelijk deel dat hij die bespeelt en meekrijgt. En hij doet dat door gebruik van propaganda waarin hij de rol van het vaderland van de Nederlanden benadrukt ten overstaan van Spaanse overheersers die er maar een potje van maken. De Nederlanden zouden zichzelf moeten besturen zodat de Spanjaarden niks meer te zeggen hebben en er een einde gemaakt kan worden aan de kettervervolging. Op die manier probeert Willem van Oranje dus zoveel mogelijk mensen aan de zijde van de opstand te krijgen. En de beste manier om dat te doen is om religieuze tegenstellingen niet te benoemen en eerst te vermijden. De strijd in de Nederlanden gaat door en je ziet hier de aanvalsbewegingen van de Spaanse troepen onder Alva in 1572 en 73. Er worden met name steden belegerd. Een van de eerste steden die belegerd wordt, dat is Haarlem. Het kost de Spanjaarden ontzettend veel slachtoffers, maar het lukt ze om de stad in te nemen, want in 1573, 12 juli, geeft de stad zich over. Vervolgens proberen de Spanjaarden hetzelfde met Alkmaar. De stad wordt belegerd van augustus tot en met oktober 1573, maar wordt door de geuzen ontzet, bevrijd op 8 oktober 1573, waarna Spanje zijn pijlen richt op Leiden. Een lange belegering van een jaar, maar ook hier wordt Leiden ontzet. Leidens ontzet is een van de voorbeelden van deze deelcontext. Zoals gezegd duurde het beleg van Leiden een jaar. En tijdens dat jaar overleden 6.000 van de 18.000 inwoners, een derde, door honger en ziekte. De stad werd afgegrendeld van de buitenwereld, waardoor er geen voedsel meer naar binnen kon. Het beleg werd doorbroken doordat Willem van Oranje besloot om de dijken door te steken, waardoor grote stukken land rondom Leiden onder water kwamen te staan. Dit zorgde voor het overwicht van de opstandelingen, waardoor Leiden kon worden ontzet. 3 oktober 1574 vertrokken de Spanjaarden en trokken de opstandelingen de stad binnen, met haring en wittebrood, zoals het verhaal gaat. De Spanjaarden lieten in alle haast een grote pot hutspot achter en nog ieder jaar wordt het Leidens ontzet gevierd met wittebrood, haring en hutspot. Het behouden van deze steden, het ontzet van Alkmaar en het ontzet van Leiden, is een grote opsteker voor de geuzen. Het lukte Philips II dus niet om de opstandelingen terug in hun hok te krijgen. Nu had Philips II een gigantisch wereldrijk en op heel veel plaatsen binnen dat rijk moest er gevochten worden. Hij moest dus zijn aandacht verdelen en niet alle militaire kracht kon gebruikt worden in de opstandige Nederlanden. Dat geldgebrek zorgde ervoor dat in 1576 Spaanse soldaten gingen muiten. Ze kregen niet genoeg betaald en plunderden de stad Antwerpen, hier op het schilderij te zien. Er werd verschrikkelijk huisgehouden, er werd geplunderd, gemoord, verkracht. En dit zorgde ervoor dat ook de zuidelijke gewesten steeds meer weerstand kregen tegen de Spaanse overheersers. Dit leidde in 1576 tot de pacificatie van Gent. De aanleiding van deze gebeurtenis is wat we net op het schilderij zagen, de Spaanse furie. Slecht betaalde soldaten gingen muiten. En bij de pacificatie van Gent sloten meer gewesten zich tijdelijk aan, blijkt later, bij de opstand. Die pacificatie van Gent bestond uit een aantal belangrijke afspraken. Ten eerste, de belangrijkste en de meest voor de hand liggende, Spaanse troepen moesten de Nederlanden verlaten. Soldaten die zo verschrikkelijk huishouden in Antwerpen hebben hier niets te zoeken en moeten ophoepelen. Ten tweede, geen kettervervolging meer. We hebben al eerder gezien dat het aantal protestanten in de Nederlanden een kleine minderheid was. Er waren echter ook katholieken die zich aan de kant van de opstand schaarden omdat ze tegen de felle kettervervolging waren.
Ze vonden het protestantisme niks, ze zouden zelf nooit overstappen, maar ze vonden ook niet dat andere mensen vermoord en gemarteld moesten worden omwille van hun geloof. Hier zie je weer dat de opstand dus niet zuiver langs religieuze lijnen verloopt. Het zijn niet alleen katholieken tegen protestanten, maar het waren vooral ook Nederlanders die zich tegen het gezag van de Spanjaarden keren. Wat betreft het geloof, in Holland en Zeeland werd alleen het Calvinisme toegestaan. Er was wel gewetensvrijheid. Gewetensvrijheid betekent dat je zelf mag weten wat je gelooft zonder dat je daarvoor vervolgd wordt. Het betekent niet dat je ook in de openbaarheid je godsdienst mocht uitoefenen. Katholieken mochten katholiek zijn in deze gewesten, maar ze mochten niet in het openbaar de katholieke mis uitvoeren. De overige gewesten mochten zelf hun religieus beleid bepalen. En ook hier zie je iets wat we in de eerste deelcontext hebben gezien, namelijk de grote mate van autonomie van de gewesten. Op de kaart ziet dat er als volgt uit. De groene gebieden sluiten zich aan bij de pacificatie van Gent. Iedere deelcontext heeft een aantal voorbeelden en de alteratie van Amsterdam is het tweede voorbeeld van deze deelcontext. In 1578 vindt er een grote verandering plaats, een alteratie, een omwenteling. Veel Hollandse steden hadden in deze jaren van de opstand al de kant van Willem van Oranje gekozen. Alleen Amsterdam had een katholiek stadsbestuur en bleef uit handen van de opstandelingen. Amsterdam was ook een uitvalsbasis bij de belegering van Naarden en de belegering van Haarlem en was de opstandelingen dus een doorn in het oog. Het aantal voorstanders van de opstand in Amsterdam groeide. En in 1578 werden de Spanjaarden en de katholieken zonder bloedvergieten de stad uitgezet. En dit is bekend komen te staan als de alteratie van Amsterdam in 1578. Hier speelden ook handelsbelangen een belangrijke rol. Want de geuzen op de Zuiderzee, nu het IJsselmeer, blokkeerden de handel van Amsterdam. Door de kant van de opstand te kiezen, zouden deze watergeuzen hiermee stoppen. En het waren dus ook economische motieven die Amsterdam dreven tot deze omwenteling. Met de pacificatie van Gent was besloten dat Holland en Zeeland dat Calvinistische gewesten waren. De andere gewesten mochten zelf hun religieus beleid bepalen. Nu bleek dat in sommige van die zuidelijke gewesten en steden dat radicale Calvinisten de macht grepen. Dit zorgde ervoor dat de tegenstellingen tussen Calvinisten en katholieken weer groter werden. Na de Spaanse furie van 1576 kozen de zuidelijke gewesten de kant van de opstand. Maar als betekende dat Calvinisten de macht zouden grijpen in hun gewesten, dat ging ze natuurlijk een stap te ver. Een aantal gewesten verzoenen zich weer met Spanje en verlaten de pacificatie van Gent. Als reactie hierop komt in het noorden de Unie van Utrecht tot stand. Dit zijn de overgebleven opstandige gewesten die militair gaan samenwerken tegen de Spanjaarden en die nog steeds vinden dat ieder gewest zelf de godsdienstige regels mocht bepalen. Ook de kettervervolgingen moesten hier natuurlijk stoppen. Er moest sprake zijn van gewetensvrijheid. Niemand vervolgen op basis van geloof. De kaart van de Nederlanden zag er vervolgens zo uit. De groene gebieden zijn de Unie van Utrecht en de rood-paarse gebieden helemaal in het zuiden zijn de gebieden die zich weer voegen aan de Spaanse zijde, Unie van Atrecht. De vraag die in deze deelcontext centraal staat is, waardoor resulteerde de opstand in het ontstaan van een republiek? Nu kun je je afvragen op welk moment er sprake is van zelfstandigheid. Feitelijk is er hier in 1579 nog geen sprake van een republiek en horen de Nederlanden nog steeds bij het Rijk van Philips II. Willem van Oranje verdedigde dit door te stellen dat hij niet tegen de koning was, maar tegen diens slechte raadgevers. Pas in 1588 kunnen we spreken van de republiek en in de volgende video gaan we kijken hoe de republiek tot stand komt tussen 1581 en 1588. In de vorige video zijn we geëindigd met de Unie van Atrecht, zuidelijke gewesten die weer de kant kiezen van Spanje, en in het noorden de Unie van Utrecht, de gewesten die een militair bondgenootschap aangaan om Spanje te bestrijden. We gaan nu kijken naar de jaren 1581-1588, hoe de Nederlanden uiteindelijk een republiek worden. We beginnen in 1580, wanneer Willem van Oranje door Philips II vogelvrij verklaard wordt. De opstand wordt nu door Philips gekenmerkt als hoogverraad en er wordt een prijs op zijn hoofd gezet. En die prijs op zijn hoofd is effectief. De eerste aanslag overleeft hij, maar de tweede niet. We komen daar straks op terug. In 1581 wordt het plakkaat van verlating aangenomen. De opstandige gewesten erkennen Philips II niet langer meer als de landsheer. Tot dit moment zei Willem van Oranje dat hij de Spaanse koning nog wel trouw was,
maar dat hij diens slechte raadgevers bestreed. Met de ondertekening van het plakkaat van verlating wordt duidelijk gemaakt dat het conflict een stap verder gegaan is. Het gaat niet alleen meer over de raadgevers, het gaat ook over de koning zelf. En die wordt hier niet meer erkend als landsheer. De noordelijke gewesten gaan nu op zoek naar een nieuwe landsheer. Ze komen eerst uit bij de hertog van Anjou, de broer van de Franse koning. Strategisch gezien zou dit slim zijn, want dit zou de noordelijke gewesten verzekeren van de steun van Frankrijk. Het bestuur van de hertog van Anjou loopt echter op niets uit. En even later wordt de graaf van Leicester de noordelijke gewesten binnengehaald. Hij was een vertrouweling van de Engelse koningin Elizabeth en nam, niet onbelangrijk, 6000 soldaten met zich mee. Maar ook het beleid van de graaf van Leicester was geen succes. En tussen 1581 en 1588 zien we dus dat de gewesten op zoek gaan naar een nieuwe landsheer, maar dat dat niet lukt. De vogelvrije verklaring uit 1580 heeft in 1584 succes wanneer Willem van Oranje vermoord wordt door een felle katholiek Balthasar Gerard. Willem van Oranje overlijdt en Balthasar Gerard wordt meteen opgepakt en vreselijk gestraft. Zijn familieleden ontvangen echter de beloning die Philips II had beloofd voor degene die Willem van Oranje uit zou schakelen. In 1585 vindt de val van Antwerpen plaats. We hebben in het begin van de opstand gezien dat de positie van steden van belang is. Heel veel steden wisselden van kant, werden ingenomen door de opstandelingen, belegerd door de Spanjaarden en ingenomen of juist ontzet. De Spaanse legeraanvoerder Parma belegerde de stad 14 maanden en na die belegering viel Antwerpen in Spaanse handen. Dit zorgde ervoor dat heel veel protestantse ambachtslieden en rijke kooplieden vluchtten naar het noorden, naar de noordelijke gewesten. De opstandelingen, de Geuzen, blokkeerden vervolgens de Schelde waarmee Antwerpen als havenstad buitenspel kwam te staan. En deze gebeurtenis zorgde ervoor dat het economisch zwaartepunt zich verplaatste naar Amsterdam. Amsterdam had met de alteratie van Amsterdam de kant van de opstand gekozen en nu Antwerpen was ingenomen door Parma, werd Amsterdam de belangrijkste handelsstad, havenstad in de Nederlanden. Voor we verder gaan, gaan we eerst kijken naar de rol van Engeland, met name naar de positie van de Engelse koning Elizabeth I. Van 1558 tot 1603 was Elizabeth de protestantse koningin van Engeland. In het begin van de opstand hebben we gezien dat zij onderdak bood aan de watergeuzen die in de Engelse havens mochten verblijven. En Elizabeth steunde vanuit haar protestantse achtergrond de opstand, hoewel ze dit nooit heel erg openlijk deed. Behalve toen ze de graaf van Leicester stuurde met 6000 soldaten. Elizabeth I voelde zich bedreigd door de inname van Antwerpen. Zij dacht dat Spanje na de inname van deze stad de pijlen waarschijnlijk zou richten op Engeland. En om de zaak van de opstandelingen te steunen stuurde zij de graaf van Leicester met 6000 soldaten. Ze kregen echter ook te maken met de Armada. In 1588 stuurde Philips II een enorme vloot, oorlogsvloot, om Elizabeth van de troon te stoten. Het moest maar eens afgelopen zijn met die protestantse vorstin. De Armada zou zich richting Engeland begeven en Spaanse troepen vanuit de Nederlanden zouden overgezet worden om Engeland op de knieën te krijgen. Dit mislukte door een blokkade van de watergeuzen waardoor het onmogelijk was voor de Spanjaarden om soldaten over te zetten van de Nederlanden naar Engeland. Ten tweede bleek de Engelse vloot op zee superieur. De kleine schepen waren wendbaar en brachten de Spaanse schepen heel veel schade toe. Ten derde waren de weersomstandigheden voor de Spaanse schepen ontzettend slecht. Er brak een storm uit waardoor veel schepen vergingen en die storm die werd later ook wel de protestantse storm genoemd. En op deze kaart zie je de route die de Spaanse armada heeft afgelegd. Hier voor de kust van Engeland werden de eerste zeeslagen gevoerd en die verliepen zo slecht voor de Spaanse armada dat ze uiteindelijk besloten om te vluchten, rondom Schotland te varen en zo terug te keren naar Spanje. Een groot deel van de schepen en de bemanning ging verloren tijdens deze expeditie. En het was voor Philips II een enorme nederlaag die hem financieel ook heel erg hard trof. Voor de opstandelingen betekende dit een keerpunt, want het bankroet van Spanje betekende dat er minder soldaten beschikbaar waren om te vechten tegen de opstandelingen in de Nederlanden. In 1588 spreken we dan voor het eerst van de geboorte van een Nederlandse republiek. De zoektocht naar een nieuwe landsheer loopt op niets uit en vanaf 1588 werd besloten dat de gewesten verder gingen zonder landsheer. En dit is de geboorte van de Nederlandse republiek. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze deelcontext die antwoord heeft gegeven op de vraag
Waardoor resulteerde de opstand in de Nederlanden in het ontstaan van de Republiek in de periode 1572-1588? En we hebben gezien dat via de pacificatie van Gent naar de Unie van Utrecht, naar het plakkaat van verlating en uiteindelijk na het jaar 1588, dat in een aantal stappen de Nederlandse Republiek tot stand komt. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de tweede deelcontext en in de volgende video gaan we verder met deelcontext 3. In deze video staat de vraag centraal: waardoor ontstond in de Republiek de Gouden Eeuw? We kijken naar de periode 1588 tot en met 1648 en dit is de derde deelcontext van het onderwerp de Republiek 1515-1648. We zien hier op het schilderij de Gouden Bocht in de Herengracht in Amsterdam, nog steeds een van de duurste stukjes van de stad. In deze tijd werden er veel nieuwe woningen gebouwd door mensen die graag wilden laten zien hoe goed zij het hadden. De gegoede burgerij, de regenten, toonden graag aan de buitenwereld dat ze veel geld verdienden. En je kunt zien dat nog niet alle percelen zijn volgebouwd. In deze video en in deze deelcontext staat de vraag centraal waardoor die Gouden Eeuw nu ontstond. We gaan dus vooral kijken naar de economische kant van dit onderwerp, naar de economie van de Republiek. En het economische zwaartepunt in de Republiek lag met name in Holland en Zeeland. Daar werd het meeste geld verdiend, daar vond de meeste handel plaats en degene die betaalt, die bepaalt. Dus ook in politieke zin hadden Holland en Zeeland veel in de melk te brokkelen. Daar komen we later nog vaker op terug. We gaan nu kijken naar een aantal oorzaken van die economische groei in de Republiek en dus met name in Holland en Zeeland. En de eerste die we daar tegenkomen, daar kunnen we niet omheen, dat is de zogenaamde moedernegotie. Laten we eerst eens kijken naar het begrip moedernegotie. Negotie is een ander woord voor handel. En moedernegotie betekent dus eigenlijk de moeder aller handel. Oftewel de belangrijkste vorm van handel die er was voor de Republiek. En die handel bestond uit de invoer van goedkoop graan uit het Oostzeegebied. Het Oostzeegebied, je ziet het op dit kaartje, blauw gekleurd, daar werd veel goedkoop graan, maar ook hout vandaan gehaald. Bulkgoederen, die in grote hoeveelheden naar de Republiek werden gehaald per schip. De schepen voeren door de Sond, hier op het kaartje te zien. En dankzij de passage bij de Sond, daar moest tol betaald worden door de schepen die daar passeerden, weten we hoeveel schepen er passeerden. En weten we ook dat dit een belangrijke vorm van handel was voor de Republiek. Door het importeren van graan hoefde men in de Republiek en met name in Holland en Zeeland zelf het voedsel niet te verbouwen. Het meeste voedsel dat nodig was voor consumptie werd vanuit het Oostzeegebied gehaald. En hierdoor kon de Republiek zich toeleggen op producten die aantrekkelijk waren voor de markt. Als je je eigen bevolking niet hoeft te voeden en je haalt dat voedsel van elders, in dit geval uit het Oostzeegebied, dan kun je zelf je agrarische activiteit het beste richten op goederen waar je veel mee kunt verdienen. De eerste oorzaak voor het ontstaan van economische groei en het ontstaan van de Gouden Eeuw is dus de moedernegotie. Een tweede reden is het ontbreken van de zogenaamde feodale traditie. Het feodalisme is heel kort gezegd het systeem van voor wat hoort wat. Jij doet iets voor mij, ik wil daar iets voor terug. Boeren kregen grond in leen van een leenheer en in ruil daarvoor moesten ze bepaalde goederen afstaan. Die feodale traditie was heel sterk in het Oostzeegebied. Daardoor waren de prijzen van graan daar erg laag, maar in de Republiek ontbrak zo'n feodale traditie. Dit zorgde ervoor dat boeren niet gebonden waren aan een leenheer en daardoor gemakkelijker innovaties, vernieuwingen door konden voeren. De derde reden is het ontstaan van de commerciële landbouw en die hangt samen met de moedernegotie. Want door het importeren van voedsel uit het Oostzeegebied konden boeren zich toeleggen op goederen die interessant waren voor de markt. En dat is precies wat commerciële landbouw is. Je verbouwt geen goederen voor consumptie. Je verbouwt niet om de bevolking van eten te voorzien, maar je verbouwt voor de markt. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld vetweiderij. Vetweiderij betekent dat je koeien vet mest voor de vleesproductie en daar het geld mee verdient. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld het verbouwen van hennep, vlas. Andere voorbeelden van commerciële landbouw is bijvoorbeeld het verbouwen van hennep, vlas of koolzaad. En die producten waren interessant voor de handel. De laatste belangrijke reden voor het ontstaan van economische groei in de Republiek is de val van Antwerpen in 1585. Nadat Antwerpen in 1585 is ingenomen door de Spanjaarden, besluiten de opstandige gewesten de Schelde af te sluiten.
En door het afsluiten van de Schelde is Antwerpen niet meer voor schepen bereikbaar. Bijzonder vervelend voor een havenstad. En hierdoor verliest Antwerpen zijn koppositie als havenstad van de Nederlanden. Daarnaast zijn er veel protestantse ambachts- en kooplieden die vluchten naar de noordelijke gewesten, waar gewetensvrijheid heerst. Gewetensvrijheid betekent dat je niet vervolgd wordt omwille van je geloof. Deze ambachtslieden en kooplieden nemen heel veel geld, kennis en connecties met zich mee. En dit zorgt voor een enorme impuls van de economie in het noorden. De positie van Amsterdam wordt sterker. En Amsterdam groeit vanaf 1585 uit tot de belangrijkste havenstad van de Nederlanden. En de val van Antwerpen is daarmee dus een belangrijke reden voor het ontstaan van economische groei in de Republiek. Het economisch beleid van de Republiek was vooral van belang voor de handelsbelangen van de regenten. De regenten vormden de bestuurlijke elite in de Republiek en die vonden het belangrijk dat er geld verdiend werd. Daarnaast was het nog steeds oorlog. De 80-jarige oorlog is in volle gang. Oorlog kost geld. We zien in de 80-jarige oorlog meerdere keren dat een lege schatkist betekent dat er geen geld is om het leger van wapens te voorzien en soldaten in te huren. Die groeiende economie had migranten nodig, had mensen nodig die het werk konden doen. En die religieuze tolerantie in de Republiek, die werd dus ook ingegeven door economische motieven. Mensen waren van harte welkom om hier te komen werken, om de economie te komen versterken en om geld te verdienen. En een goed voorbeeld daarvan is de bouw van de Portugees-Joodse synagoge in Amsterdam in 1639. Dit is een van de voorbeelden van deelcontext 3. Op deze afbeelding zie je het interieur van de synagoge. Hij staat er nog steeds in Amsterdam. En wat opvalt was dat dit een heel groot, opvallend gebouw was waar deze religieuze minderheid, de Joden, hun godsdienst in het openbaar mochten uitoefenen. De Joden uit Portugal en Spanje waren namelijk zeer belangrijk voor de economie. Dit waren over het algemeen rijke mensen, kooplieden, die veel geld meebrachten en die dus veel geld verdienden ook voor de Republiek. In ruil daarvoor mochten ze dit grote gebouw bouwen. Ter vergelijking, katholieken mochten dit absoluut niet. Er werd in Amsterdam dus wel een grote synagoge gebouwd, terwijl katholieken bijeenkwamen in schuilkerken. We gaan nu kijken naar het bestuur, naar de staatsinrichting van de Republiek. En dan beginnen we bij de gewestelijke staten. Ieder gewest, iedere provincie had zijn eigen statenvergadering. En het woord staten komt eigenlijk van standen, het overlegorgaan tussen de geestelijkheid, de adel en de burgerij. Nu is de rol van de geestelijkheid in de Republiek uitgespeeld en het zijn in de praktijk vooral de afgevaardigden van de adel en de steden, de regenten, die bepalen wat er in de gewestelijke staten besloten wordt. De gewestelijke staten hebben heel veel macht. Ze mogen over veel zaken beslissen. Bijvoorbeeld kerkelijke zaken, religie, belastingen, maar ook over de rechtspraak. En omdat ieder gewest zijn eigen statenvergadering had, waren er in de Republiek meerdere gewestelijke staten. Naast de statenvergadering in ieder gewest was er één overkoepelend orgaan in Den Haag en dat was de Staten-Generaal. Generaal betekent algemeen. De staten in het algemeen. En die vergadering die werd bevolkt door afgevaardigden van ieder gewest. En hier werd besloten over zaken die voor alle gewesten van belang waren. Bijvoorbeeld de buitenlandse politiek, de defensie en de bijbehorende financiën. Het is niet handig wanneer ieder gewest op het gebied van de buitenlandse politiek relaties gaat aanknopen met buitenlandse machten. Het is verstandig om op dat gebied samen te werken en dat geldt ook voor defensie. Samen sta je sterk. En over dit soort zaken besliste de Staten-Generaal. Alle overige regels werden dus in de gewestelijke staten bepaald. En daar lag dus heel veel macht. En daar ligt ook de oorzaak voor het ontstaan van de 80-jarige oorlog. Centralisatie wil dit tegengaan. Karel V en Philips II wilden de macht centraliseren. En dit zou ten koste gaan van de privileges, de macht van de gewestelijke staten. De Staten-Generaal beslist dus over alles wat voor belang is van alle gewesten. Naast deze twee organen waren er twee personen, twee mannen van groot belang in de Republiek. Ten eerste de raadspensionaris en ten tweede de stadhouder. We beginnen bij die laatste. De stadhouder was legeraanvoerder. Hij voerde het leger aan tijdens de 80-jarige oorlog. Hij benoemde de stadsbestuurders en dit waren opvolgers van Willem van Oranje. Na Willem van Oranje neemt Maurits het stokje van hem over. Samengevat gaat de stadhouder over oorlog. De raadspensionaris is de hoogste ambtenaar van Holland.
En deze man leidde de Hollandse afvaardiging in de Staten-Generaal. Holland is belangrijk in de Republiek. De meeste macht ligt bij Holland. Daar wordt ook het meeste geld verdiend. Hebben we eerder gezien bij de economische oorzaken van het ontstaan van de Gouden Eeuw. En dus wordt de leider van de Hollandse afvaardiging wordt automatisch eigenlijk ook de hoogste ambtenaar van de Republiek. En als je dit zou willen samenvatten, zou je kunnen zeggen dat de raadspensionaris gaat over de politiek. Vanaf 1588, het moment dat we echt kunnen spreken over een republiek omdat er geen landsheer meer is, wordt Van Oldenbarneveldt raadspensionaris en Maurits is op dat moment stadhouder omdat Willem van Oranje is vermoord in 1584. De raadspensionaris Van Oldenbarneveldt is een goed politicus en hij moet de republiek op de kaart zetten en hij moet de republiek inrichten. Het was uniek in Europa dat er zo'n gebied was zonder een vorst en dat zichzelf ging besturen. Maar vervolgens moest wel bekeken worden hoe dat dan geregeld moest worden. Dat was de taak van Van Oldenbarneveldt. En de taakverdeling tussen de raadspensionaris en de stadhouder is duidelijk. Politiek en oorlog. En ze zitten absoluut niet in elkaars vaarwater. In de volgende video gaan we echter zien dat deze twee mannen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan in tijden van vrede, tijdens het zogenaamde 12-jarig bestand. Daar gaan we de volgende keer mee verder. Dit is het laatste filmpje over de historische context, de Republiek 1515-1648. We gaan kijken naar de tweede helft van de derde deelcontext en die gaat over het ontstaan van de Gouden Eeuw. We beginnen met de VOC. De VOC is opgericht in 1602 op initiatief van de raadspensionaris op dat moment Van Oldenbarneveldt. Die komen we straks nog een keer tegen. Het doel van de VOC is handelen met de Oost en met de Oost wordt Azië bedoeld en in het bijzonder in eerste instantie met de gebieden die wij nu kennen als Indonesië. Verwar de Oost overigens niet met de Oostzee die bij de Moedernegotie aan bod is gekomen. Dat zijn twee totaal verschillende gebieden. De Staten-Generaal heeft dit opgericht en dus op initiatief van Van Oldenbarneveldt en het belangrijkste doel is dat er een einde gemaakt werd aan alle concurrerende compagnieën, alle bedrijfjes, compagnieën die handelde in specerijen uit Azië en door die concurrentie van al die compagnieën zakte de prijs van specerijen. Iedere handelaar wilde zijn specerijen graag verkopen en ging daarom onder de prijs van zijn concurrent zitten. En hierdoor daalde de prijs van de goederen. De Staten-Generaal maakt hier een einde aan, maakt een einde aan alle losse compagnieën, alle losse kooplieden die handel voeren. En daarvoor in de plaats komt één groot bedrijf, één grote compagnie, namelijk de VOC. En die VOC die krijgt ook overheidstaken. Ze krijgen allereerst, en dat is de belangrijkste, ze krijgen in de Republiek het monopolie op handel van goederen uit Azië. Niemand anders mag die goederen in de Republiek verkopen. Ten tweede mogen ze bijvoorbeeld ook forten bouwen. Ze mogen oorlog voeren, een leger uitrusten, ze mogen verdragen sluiten en ze mogen gebieden besturen. En dit bij elkaar, dit zijn natuurlijk bijzondere rechten voor een bedrijf, voor een compagnie, en dit maakt de VOC tot een publiek-private organisatie. De VOC werd een groot succes omdat er veel geld beschikbaar was om schepen uit te rusten die specerijen konden gaan halen. Op het toppunt van hun macht had de VOC 25.000 werknemers in Azië in dienst en in Nederland had de VOC zo'n 3.000 personeelsleden. Hoe is het nou mogelijk dat zo'n kleine republiek erin slaagt om zo'n groot bedrijf op te zetten? Nou, dat heeft alles te maken met aandelen. De VOC was namelijk de eerste NV, de eerste naamloze vennootschap. De VOC kende verhandelbare aandelen. Iedereen in de republiek kon zijn of haar spaargeld beleggen in de VOC en daardoor ook meedelen in de winst. Wanneer de VOC winst maakte, stegen de aandelen in prijs en dus groeide je spaargeld. En dit leverde heel veel kapitaal op. Mensen die niet zelfstandig in staat waren om een schip uit te rusten om handel te voeren met de Oost, konden nu als het ware investeren in een stukje van zo'n schip met behulp van een aandeel. Een bekend voorbeeld hiervan is dienstmeisjes die veel spaargeld hadden, die konden hun geld ook beleggen in de VOC en daarmee konden ze hun spaargeld laten groeien. Voor de VOC betekende dit ook een spreiding van risico. Want wanneer één koopman één schip heeft en dit vergaat, dan is hij alles kwijt. Maar als er een schip van de VOC verging, dan betekende dat dat iedereen een klein beetje kwijt was. In plaats van één persoon failliet. En dat betekent dus een enorme spreiding van risico.
Een van de bekendste figuren van de VOC was Jan Pieterszoon Koenen. Hij wordt bij deze deelcontext aangehaald als een van de voorbeelden. Jan Pieterszoon Koen vestigde het bestuurscentrum van de VOC in Jakarta. Hij verplaatst dit naar het eiland Java. En voordat dat mogelijk was, moest de stad die daar al was, die werd afgebrand. En de mensen die er woonden, die werden verjaagd. En daar kwam het nieuwe bestuurscentrum van de VOC en Koen noemde dat Batavia. En Batavia is een verwijzing naar de geschiedenis van de Nederlanden, naar de Bataven, een Germaanse stam die in opstand kwam tegen de Romeinen. Koen werd gezien als een grote held. Hij was degene die de VOC groot maakte. Hij was degene die Batavia stichtte en zorgde voor veel welvaart omdat hij de VOC liet groeien. Maar er is een keerzijde. Een voorbeeld hiervan is de strafexpeditie die Koen ondernam op de Banda-eilanden. De Banda-eilanden hadden een afspraak met de VOC, met de Republiek, dat de nootmuskaat die daar groeide, dat die alleen verkocht werd aan handelaren uit de Republiek en dus alleen aan de VOC. Toen Koen erachter kwam dat de Bandanezen ook nootmuskaat verkochten aan Portugezen en Engelsen, ondernam hij een strafexpeditie. En dit kostte duizenden Bandanezen het leven. We zagen net ook al dat de vestiging van Batavia ook niet zonder slag of stoot ging. En daarmee is Koen ter discussie komen te staan. Is hij nou een held of is hij een schurk? In Hoorn in Nederland staat een standbeeld van Koen en sinds kort is daar een tekstbord geplaatst dat ook vertelt over zijn daden op de Banda-eilanden. De vraag is natuurlijk of zo iemand een standbeeld verdient. We gaan verder met het 12-jarig bestand. Een pauze in de 80-jarige oorlog van 1609 tot en met 1621. De reden voor dit bestand, voor deze tijdelijke vrede, was geldnood. Zowel de Republiek als Spanje verkeerden in geldnood. Oorlog kost geld, soldaten moeten betaald worden, de verdediging moet betaald worden. En als er geen geld meer is, dan loopt de oorlog vast. En in 1609 werd daarom besloten tot een wapenstilstand van 12 jaar. En voor de Republiek was dit een periode van herstel. Oorlog is altijd ongunstig voor de handel en in periode van vrede kan de Republiek dus weer even op adem komen. Tijdens dit 12-jarig bestand komen de twee belangrijkste mannen van de Republiek, de stadhouder en de raadspensionaris, lijnrecht tegenover elkaar te staan. De gemeenschappelijke vijand van de Republiek valt even weg. Er is immers een tijdelijke vrede, een wapenstilstand met Spanje. En nu komt er een conflict en dat conflict dat is vooral religieus van aard. Er komt een conflict binnen de gereformeerde kerk en dat gaat over de vraag wat er gebeurt na de dood en of de mens daar invloed op heeft. Een zuiver religieuze stelling, maar die religieuze stelling die wordt politiek. En dat is niet de eerste keer bij dit onderwerp dat we dat zien. Religie en politiek hebben in deze tijd alles met elkaar te maken. Maurits en Van Oldenbarneveld dus komen tegenover elkaar te staan. Links zie je Maurits, rechts Van Oldenbarneveld, de eerste raadspensionaris van de Republiek. Maurits was voor de voortzetting van de oorlog en tegen het 12-jarig bestand. Hij was vooral bang dat Spanje in die 12 jaar dusdanig zou aansterken dat ze daarna de Republiek zouden kunnen overwinnen. Daarom was hij voor voortzetting van de oorlog. Van Oldenbarneveld daarentegen was voor de vrede en voor het bestand, want dat was goed voor de handel. We hebben gezien dat Van Oldenbarneveld ook een van de grondleggers is van de VOC. Vrede is goed voor de handel en vrede betekent ook dat je minder geld kwijt bent aan defensie. Dus het was niet alleen op basis van religie dat deze mannen tegenover elkaar kwamen te staan, maar ze hadden ook een andere kijk op dat 12-jarig bestand. We gaan kijken naar de verschillen die er ontstaan tussen deze twee mannen. Maurits kwam aan de kant van de orthodoxe richting binnen de gereformeerde kerk te staan, de zogenaamde contra-remonstranten onder leiding van Gomarus. Orthodox betekent streng in de leer, dat je letterlijk doet wat er in de Bijbel staat. Maurits werd hierbij gesteund door de gewesten, behalve door Holland. Van Oldenbarneveld stond echter aan de andere kant van het religieuze conflict, namelijk aan de kant van de vrijzinnigen, oftewel de remonstranten. Die vrijzinnige richting die werd vooral gesteund door de steden in Holland. De remonstranten onder leiding van Arminius. Arminius was een predikant, een theoloog, Gomarus ook. Arminius meende dat de mens enige invloed had op het leven na de dood. En Gomarus die vond dat verschrikkelijk. Die vond dat bijna godslastering dat een mens dacht dat hij zich daarmee zou kunnen bemoeien. Alleen God zou dat kunnen bepalen en de mens heeft daar totaal geen invloed op, zegt hij. Vrijzinnigen denken daar iets ruimer, iets vrijzinniger, iets flexibeler over.
En deze groep van remonstranten werd vooral gesteund door de steden in Holland. Het is een heel ingewikkelde kwestie, maar wat je moet onthouden zijn de hoofdlijnen. Dat ze op religieus gebied tegenover elkaar kwamen te staan, orthodoxen tegenover vrijzinnigen. En dat het ook alles te maken had met macht. En uiteindelijk grijpt Maurits in. Hij laat zijn tegenstanders, waaronder Hugo de Groot, maar ook Van Oldenbarneveld, laat hij oppakken. En dat leidt uiteindelijk tot de onthoofding van Oldenbarneveld op het Binnenhof in Den Haag in het jaar 1619. Een van de grootste staatsmannen van de Nederlanden, de eerste raadspensionaris van de Republiek, Van Oldenbarneveld, wordt daar onder publieke belangstelling, zoals je op deze print kunt zien, onthoofd. En het verhaal gaat dat zijn laatste woorden waren: maak het kort, maak het kort. De onthoofding van Van Oldenbarneveld, de executie op het Binnenhof in 1619, is ook een voorbeeld uit deze deelcontext die je moet kennen voor het examen. In 1621 eindigt het 12-jarig bestand. En in dat jaar wordt ook de WIC opgericht, de West-Indische Compagnie. We hebben net gekeken naar de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De VOC die richt zich op de Oost, de WIC die richt zich op de West. En op dit kaartje kun je zien dat daar Noord-, Midden- en Zuid-Amerika mee wordt bedoeld. Die oprichting in 1621 is geen toeval aan het einde van het 12-jarig bestand. Daar gaan we naar kijken. Het eerste doel van de WIC was natuurlijk het verdienen van geld en het voeren van handel. Het tweede doel was de kaapvaart. En met kaapvaart wordt bedoeld dat je vijandige schepen kaapt, entert, inneemt en alle bezittingen meeneemt naar de Republiek. En die kaapvaart die richtte zich met name tegen de Spanjaarden die ook in die gebieden in de West actief waren. En dat is dus het verband tussen de oprichting van de WIC en het einde van het 12-jarig bestand. Handel en kaapvaart gaat natuurlijk niet altijd samen. Dat zijn twee totaal verschillende activiteiten. En de WIC is daardoor ook nooit zo'n groot succes geworden als de VOC. Tot slot van deze deelcontext gaan we kijken naar de cultuur van de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw werd zo genoemd omdat het de Republiek economisch gezien voor de wind ging. En dat zien we ook weer terug aan bijvoorbeeld de schilderkunst en de bouwkunst. Die schilderkunst, daar gaan we straks naar kijken. Regenten en de gegoede burgerij die lieten hun rijkdom graag zien. Dat deden ze door grote huizen te bouwen, maar ook door schilderkunst te bestellen. En die schilders in de Gouden Eeuw die werden gezien als een soort ambachtslieden. Die maakten schilderijen op bestelling. En de onderwerpen van die schilderijen geven een mooi inkijkje in de leefwereld van de regenten in de 17e eeuw. Een ander goed voorbeeld van de rijkdom van de 17e eeuw is de bouw van het nieuwe stadhuis in Amsterdam, het huidige Paleis op de Dam. Er komt nu een linkje in beeld waar je op kunt klikken naar een ander filmpje om te kijken naar het interieur van dit nieuwe stadhuis. En dat interieur laat veel zien over de welvaart en de voorspoed van de Gouden Eeuw in de Republiek. We gaan nu kijken naar een aantal schilderijen. Te beginnen met de allerbekendste, namelijk de Nachtwacht. Of, om het helemaal volledig te zeggen, de Schutters van Wijk 2 onder leiding van kapitein Frans Banning Kok. Geschilderd door Rembrandt in 1642. En dit is een schuttersstuk. En een schutterij zou je kunnen vergelijken met een soort politie. Als er onrust was in de stad, als er opstootjes waren, dan kon de schutterij ingrijpen. En deze schutterij bestelde een schilderij bij Rembrandt. Alle belangrijke mensen die werden op het schilderij afgebeeld. Hoe groter de bijdrage of hoe groter de rol binnen de schutterij, hoe prominenter deze persoon in beeld gebracht werd in het schilderij. Een tweede voorbeeld is het schilderij van de Staalmeesters, wederom van Rembrandt. Je ziet hier een aantal regenten bijeen van het lakenbereide schilder in Amsterdam. Staalmeesters controleerden de kwaliteit van gekleurd laken. En Rembrandt heeft ze hier geportretteerd alsof ze ineens even gestoord werden en even van hun werk opkijken. Het is net of onderbreek je ze even in hun werkzaamheden. Een andere bekende schilder uit de 17e eeuw was Johannes Vermeer. En dit is een van zijn bekendste schilderijen, Het Melkmeisje. En je ziet op dit schilderij een dienstmeisje dat helemaal verdiept is in haar werk. Wat opvalt is hoe Vermeer, net als Rembrandt, gebruik maakt van het binnenvallen van het licht. Het lijkt bijna alsof er studiolampen zijn ingezet. Jan Steen was vooral bekend door het verbeelden van huiselijke taferelen. En hier zie je het vieren van het Sinterklaasfeest en het schilderij is gemaakt rond 1665. Dat Sinterklaasfeest dat wordt blijkbaar al eeuwen op dezelfde manier gevierd. Kinderen die braaf zijn, op dit schilderij zie je het ook, die krijgen cadeautjes van Sinterklaas.
Het meisje op de voorgrond heeft een emmer vol cadeautjes en heeft net een pop gekregen. Maar helemaal links in beeld is ook een huilende jongen te zien die gestraft is en die heeft een roe gekregen in zijn schoen. De schilderijen van Jan Steen vertellen eigenlijk altijd een verhaal en een verhaal met een boodschap. En geven een heel mooi inkijkje in de huiselijke taferelen van de bevolking in de 17e eeuw in de Republiek. We eindigen met dit schuttersstuk. Het is een schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Münster, geschilderd in 1648. De aanvoerders van de schutterij die schudden elkaar hier de hand als vredesteken en ze vieren feest. De drinkhoorn die doet de ronde. En de gewapende macht van Amsterdam is blij dat er voortaan vrede heerst. Dit schilderij is ook meteen een goed einde van deze historische context. We zijn nu aangekomen in het jaar 1648 en in 1648 eindigt de 80-jarige oorlog, de opstand. De Vrede van Münster betekent ook internationale erkenning voor de Republiek. In 1588 spreken we voor het eerst over de Republiek. In Europa vond men dat maar vreemd, een land zonder landsheer dat zichzelf bestuurde. Maar in 1648, door het ondertekenen van deze vrede, wordt de Republiek internationaal erkend. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze historische context.